Dames en heren, goedemorgen. Voor we beginnen met de plechtigheid wil ik graag verzoeken de mobiele telefoons nog even te controleren om te zien of die uit dan stil staan. Namens de voorzitter van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945 en de voorzitters van beide kamers heet ik u van harte welkom. We beginnen deze plechtigheid met aandacht voor het boek der gevallenen. Ik verzoek de kamerbewaarder de bladzijde van het boek om te slaan. Dank u wel. Allereerst zal u tot u spreken de voorzitter van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, de heer Jan Kees Biebinga. Daarna voert het woord de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Anoushka van Miltenburg. Geachte voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer, u mevrouw Broekers en u mevrouw van Miltenburg. En in navolging van u wil ik ook graag welkom heten een aantal leden van de Tweede Kamer. Ik hoop dat ik allen in beeld heb en anders wilt u mij vergeven. Ik heb in ieder geval hier al gezien de Kamerleden. Mevrouw Agema, mevrouw Bergkamp, de heer Van Gerven, mevrouw Eysink en de heer Verheijen. En ook u in uw eigen huis. Een beetje vreemd dat ik u dan hier welkom heet. Maar we stellen het zeer op prijs dat ook u afgevaardigde hier bent. Geachte vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945. En geachte overige aanwezigen. In mijn openingswoord wil ik aandacht besteden aan twee invalshoeken. Eerst zal ik iets zeggen over het oorlogsjaar 1944, nu 70 jaar geleden. Daarna kom ik terug op een conferentie die in maart van dit jaar gehouden is en als onderwerp had de samenhang tussen de Tweede Wereldoorlog in Europa en in Azië. Maar voordat ik verder ga, wil ik beginnen met het noemen van de vliegramp in de Oekraïne en de verschrikkingen die dat met zich mee heeft gebracht. Ook wij in deze kring zijn diep geraakt en wij leven met de nabestaanden van deze slachtoffers, onschuldige slachtoffers, mee. Dat wil ik toch wel aan het begin van deze bijeenkomst gezegd hebben. Als ik het over het oorlogsjaar 1944 spreek, als ik het daarover heb, dan lijken dat, u zult dat zo meteen aanhoren, een paar losse mededelingen. En misschien is dat ook wel zo. Maar tezamen geven deze mededelingen, deze observaties, een beeld van de ellende in zo'n fase van de oorlog. En eigenlijk van de onmogelijkheid voor gewone mensen om een gewoon leven te leiden. Dat is toch wat we eigenlijk het liefst allemaal zouden willen, in ons eigen leven in ieder geval, en ook voor anderen. De grote aantallen doden, de grote aantallen zieken, het ontregelde maatschappelijke leven. Ik heb het over 1944. De strijd in Azië wordt heviger. De Amerikaanse opmars in de Pacific wordt ingezet in dat jaar. En daarbij besluiten de geallieerde naties om Java als het ware links te laten liggen. Op 2 mei wordt Hollandia bevrijd. Maar daar blijft het wat Nederlands-Indië betreft ongeveer bij. Niet helemaal, maar dat is toch wel ongeveer waar het om gaat. Op 6 juni 1944 vindt de geallieerde invasie in Normandië plaats, zoals wij alle weten. Na de zomer is het zuiden van Nederland bevrijd. In september volgt de slag bij Arnhem. Intussen gaat de voedseltoestand op Java sterk achteruit. Het rijsttekort wordt groter. Dat was het al, maar het wordt groter. Er vindt een grootscheepse hergroepering van geïnterneerden en krijgsgevangenen plaats. Het verwijderen van jongens van 10 jaar en ouder uit de vrouwenkampen wordt voortgezet. De interneringskampen komen, het zijn concentratiekampen moet ik eigenlijk zeggen, komen onder militair beheer, Japanse militair beheer, eerst op Java. En dat leidt
in sommige van die kampen tot een pure terreurperiode. In 1944 wordt een aantal Europese vrouwen uit de kampen gehaald en in Japanse lerenbordelen geplaatst. En er vindt grootscheeps vervoer de plaats van krijgsgevangenen per schip. Van Birma, waar de spoorlijn min of meer dan beëindigd is, naar Japan, waarbij honderden mensen omkomen en een aantal andere krijgsgevangenen in de Japanse mijnen en fabrieken moeten gaan werken, waaronder in de buurt van Nagasaki. Het grootste verlies wordt geleden bij het zeetransport van het schip de Junio Maru. Dat is het schip dat krijgsgevangenen moest afvoeren naar de Pakambaru-spoorweg in Sumatra. En dat leidde tot een van de grootste scheepsrampen in de geschiedenis, in de wereldgeschiedenis zelfs, met meer dan 5000 doden, bijna 4 keer zoveel als de ondergang van de Titanic in 1912. Dan hebt u het een beetje in beeld wat daar gebeurd moet zijn. Dat gebeurde op 18 september 1944, de dag dat Eindhoven werd bevrijd. Tot zover. Volgend jaar zal ik het jaar 1945 behandelen. Ik kom nu bij mijn tweede onderwerp en dat betreft de conferentie, zoals ik net al zei, die op 8 maart van dit jaar werd gehouden onder auspiciën van het Centraal Orgaan voor Verzets- en Vervolgingsslachtoffers COVVS geheten. En die conferentie had als onderwerp de samenhang tussen de Tweede Wereldoorlog in Europa en Azië. En dat wordt dan genoemd het concept 1 Wereldoorlog 2. En omdat hier vandaag veel vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties bij de stichting herdenking 15 augustus 1945 aanwezig zijn, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat in wezen hier de hele Indische gemeenschap in al haar verscheidenheid vertegenwoordigd is, wil ik op die conferentie nog kort terugkomen. Om te beginnen was die conferentie natuurlijk op een bijzondere dag, namelijk 8 maart dit jaar. En dat is natuurlijk de dag van de capitulatie van Nederlands-Indië in 1942. Het begin van de Japanse bezetting. Zo mooi gesymboliseerd door Radio Bandung, die toen uit de lucht ging, onder het motto: wij gaan nu sluiten, vaarwel tot betere tijden. Sprekend over de vraag naar de samenhang tussen de herdenking op 4 mei en de herdenking op 15 augustus, heb ik toen op die conferentie, en ik wil het hier toch nog een keer, want lang niet iedereen, nee, de meeste mensen waren niet aanwezig daar, van degenen die hier in de zaal zitten, heb ik gewezen op een paar verschillen. Ik noem er 3. En het eerste verschil betreft de vraag: wie worden herdacht? Op 4 mei zijn dat de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, zowel in Europa als in Azië, als mede alle omgekomen militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog en nadien, onder meer bij vredesoperaties. Op 15 augustus worden herdacht alle slachtoffers van de oorlog die Nederland voerde tegen Japan, of Japan tegen Nederland, is nog niet zegt. De oorlog die duurde van 8 december 1941 tot 15 augustus 1945. Herdacht worden de militairen, de krijgsgevangenen, de mannen, vrouwen en kinderen in en buiten de kampen, alsmede de ontelbaar vele slachtoffers onder de Indonesische bevolking, waaronder veel dwangarbeiders, die worden Bomusjas genoemd. Ik noteer hierbij dat de herdenking op 15 augustus zich richt op de Tweede Wereldoorlog. De herdenking op 4 mei is gericht op alle slachtoffers van oorlogen waarbij Nederland betrokken was tot nu toe. Een tweede verschil tussen de herdenkingen op 4 mei en respectievelijk op 15 augustus betreft de bevrijding. 4 mei en 5 mei zijn als het ware een tweede eenheid. Dat weten wij ook elk jaar. Op 4 mei vindt de herdenking van de doden plaats, op 5 mei de viering van de bevrijding. Hoe anders is dat bij de herdenking op 15 augustus? Van bevrijding, althans toen en daar, was geen sprake. Ik wil het nog wel iets sterker uitdrukken. Van bevrijding van de 150.000 gevangenen was in het geheel geen sprake. Op 17 augustus, 2 dagen na 15, dat spreekt vanzelf, werd de onafhankelijkheid van Indonesië uitgeroepen. Het was een chaotische toestand. De luitenant-gouverneur-generaal Van Mook kon
kon niet eens aankomen. Die is pas gearriveerd in Batavia op 3 oktober 1945. Stelt u zich voor, 15 augustus. Pas op 3 oktober komt het gezag, kan binnenkomen. En in zijn eerste bericht aan de regering, hier, sprak hij over, en dan citeer ik, bergen van moeilijkheden, zeeën van misverstanden en woestijnen van verwoesting, van vernieling. De Japanners moesten nota bene, dat waren degenen die de bescherming moesten verzorgen, ongeveer, tegen alle het geweld wat er vanuit de zijde van de nieuw gevormde Republiek Indonesië op de geïnterneerden onder andere afkwam. En ook op de buitenkampers. Juist ook op de buitenkampers. Dus ik noteer hier eigenlijk bij dat het op 15 augustus bij de herdenking niet over bevrijding gaat, maar over oorlog. Over de oorlog, de capitulatie van Japan op die dag, nadat de 2 atoombommen op Hiroshima en Nagasaki waren gevallen. Derde verschil tussen 4 mei en 15 augustus betreft het vraagstuk van de verzoening. Bij de herdenking van 4 mei, dat weet ik ook allemaal, zijn geen vertegenwoordigers van andere landen aanwezig. Op 15 augustus is dat wel het geval. Aanwezig zijn de ambassadeurs van de geallieerde landen Groot-Brittannië, Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland, alsmede de ambassadeur van Indonesië, want we herdenken ook de slachtoffers onder de Indonesische bevolking, zoals ik zo net ook zei. Niet aanwezig is de ambassadeur van Japan. Ik wijs erop dat, anders dan in Duitsland, de Bondsdag heeft gedaan, het Japanse parlement nooit plechtig schuld heeft bekend. Bij sommige plaatselijke herdenkingen overigens is dit anders. Daar zijn soms personen uit Duitsland wel aanwezig. Daar wil ik verder niet op ingaan, op één ding na. De wijze van herdenking, zou ik willen zeggen, zou geen zaak voor de rechter moeten zijn. Dames en heren, de dag van 15 augustus bestaat uit 3 delen. Namelijk herinnering, herdenking en verwerking. 'S Ochtends is er een grote bijeenkomst in het Haagse congresgebouw, waarvoor telkens jaar een thema wordt gekozen. Daar is ruimte voor een bredere invalshoek dan alleen de oorlogsperiode. En dat betreft bijvoorbeeld ook het thema van dit jaar, want dat is het besef uit Indië te komen, en daar zal ik morgen over spreken. Op het vlak van herinneren ligt, denk ik, een grote uitdaging, waarvan het ook zinvol is om samen te werken, de handen ineen te steken tussen de verschillende herdenkingsorganisaties, met name voor wat betreft het betrekken van jongeren, de jongere generaties, de naoorlogse generaties en ook nog jongere mensen bij deze problematiek. Er is bij de jeugd, dat blijkt telkens uit onderzoek, een grote wil om te herinneren, maar het moet ze wel worden aangereikt. En dat alles brengt mij tenslotte tot het eind van mijn verhaal van vandaag, tot de slotsom. Ten eerste, dat voor het betrekken van de jongeren bij herdenken en herinneren, kan samenwerking van onze stichting met anderen van belang zijn, zoals het 4 mei en 5 mei comité, het Indisch Herinneringscentrum. Want de oorlog hield niet op bij Oldenzaal. Toen niet, nu niet, en dat is ook weer gebleken met de huidige gebeurtenissen in de Oekraïne. Tweede en laatste conclusie, voor de herdenkingen zelf, 15 augustus, 4 mei, 27 januari, de Auschwitz-herdenking, andere herdenkingen, heel veel plaatselijke herdenkingen, zou kunnen gelden het oude Chinese gedicht: laat 100 bloemen bloeien, laat 100 scholen wedijveren. De herdenking van 15 augustus is een herdenking vanuit het hart. Ik wens u een zinvolle herdenking toe. Dank u wel voor deze mooie woorden. En net als de heer Wiemega wil ik ook, voordat ik begin aan de herdenking van de gebeurtenissen van 1940 tot 1947, kort stilstaan bij de verschrikkingen van de vliegtuigramp in Oekraïne en de slachtoffers die daar zijn gevallen. Helaas zijn bij de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog niet alle oorlogen de wereld uitgegaan. Er zijn momenten die nooit uit onze geschiedenisboeken zullen verdwijnen.
Zo drongen de geallieerden het Duitse leger op 5 mei 1945 te capituleren. Na 5 jaar van oorlog en onderdrukking was Nederland weer een vrij land. En de vreugde was overweldigend. Wat een helden waren die Amerikanen, Canadezen, Britten en Polen. In Nederlands-Indië nam de geschiedenis een andere loop. Daar duurde het tot 15 augustus totdat Japan zich overgaf. Morgen precies 69 jaar geleden. Maar van vrede was daar geen sprake. Slechts 2 dagen later besloot een groep invloedrijke Indonesiërs om Indonesië onafhankelijk te verklaren. De wapens waren nauwelijks neergelegd of ze werden alweer opgepakt. En de strijd die volgde was diffuus. Britten die wilden de orde herstellen. Vrijheidsstrijders stonden lijnrecht tegenover het traditionele gezag. En daartussen zaten al die onschuldige burgers, die net als tijdens de bezetting, kort daarvoor, alleen maar hun gezin wilden beschermen. Nederland stond aan de verkeerde kant van de geschiedenis, zei Ben Bot in 2005 als minister van Buitenlandse Zaken. Want de Nederlandse politiek was destijds duidelijk in haar oordeel. De koloniale macht moest koste wat kost worden hersteld. Voor militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger betekende dit dat ze opnieuw moesten vechten. Veel van hen waren eerder krijgsgevangen genomen en verspreid over kampen waar er te weinig ruimte, water en eten was. Ze waren verzwakt of zelfs ziek. Vaak wisten ze niet waar hun familie gebleven was. En ook vanuit Nederland werden er meer dan 100.000 Nederlandse militairen, veel van hen dienstplichtig, naar Nederlands-Indië gestuurd. Met de Tweede Wereldoorlog bij allemaal nog zo vers in het geheugen. Er was geen tijd om het verdriet te verwerken of op te bouwen wat kapot was. De onafhankelijkheidsstrijd zou 4 jaar duren. En pas na grote druk van de Verenigde Staten en de Verenigde Naties besloot Nederland de Republiek Indonesië te erkennen en kwam er eindelijk een einde aan de oorlog in Nederlands-Indië. 7 jaar nadat Japan de eilandengroep binnenviel. Vandaag herdenken we deze geschiedenis, zoals ieder jaar, bij de Indische herdenkingsplaketten. We staan stil bij de capitulatie van Japan en bij alle slachtoffers van de onderdrukking tijdens de bezetting van Japan in voormalig Nederlands-Indië. Maar we staan ook stil bij de nasleep van de Tweede Wereldoorlog daar. En het doet me goed te zien dat er ook dit jaar weer zoveel belangstelling is. Ik wil in het bijzonder de veteranen en nabestaanden hartelijk welkom heten. Hier, op de plek waar de plaquette naar mijn idee hoort. De Tweede Kamer is de plaats waar wordt gedebatteerd en besloten over de uitzending van militairen. En samen met de erelijst voor gevallenen herinnert de Indië-plaquette ons iedere dag aan de betekenis van zo'n besluit. Het gaat hier om het leven van mensen die we vragen om hun leven in de waagschaal te stellen voor de vrijheid en veiligheid van anderen. En ik vertel u er nu zo uitgebreid over, omdat het contrast zo groot was. Onze bevrijders werden in 1945 letterlijk op het schild gehesen. En militairen die tegenwoordig worden uitgezonden, kunnen rekenen op onze onvoorwaardelijke waardering en ons grootste respect. Voor de militairen die streden in Nederlands-Indië was dat anders. Over hun inzet bij de verdediging van het Nederlands Koninkrijk in de Tweede Wereldoorlog wordt niet veel gesproken. Ze worden vooral gezien als onderdrukkers, als verliezers en soms zelfs ook als oorlogsmisdadigers. En ze hebben zich in de loop der jaren steeds opnieuw moeten verdedigen. Ja, ze stonden aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Maar de meeste van hen hebben dat naar eer en geweten gedaan.
Ze hebben gestreden voor hun land. En dat hebben ze zo trouw en goed als ze konden gediend. Toch zijn de veteranen die ik erover heb gesproken niet verbitterd. Wel vertelde iemand me dat het lange tijd moeilijk is geweest om niet over je belevenissen en gevoelens te kunnen praten. Ieder gesprek erover riep controverse op. Gelukkig is er met de jaren ook de erkenning gekomen. Hebben we beseft hoe moeilijk het moet zijn geweest. Voor de militairen die bij thuiskomst iets uit te leggen hadden. Maar zeker ook voor de mensen in het verzet en de 300.000 Nederlandse staatsburgers die na 1949 gedwongen werden om Indonesië te ontvluchten. Naar een land waar het koud was, waar ze geen familie hadden en waarvan ze de gewoontes en de gebruiken niet kenden. In 1980 werd daarom de Stichting Herdenking 15 augustus 1945 opgericht, met als doel de gebeurtenissen jaarlijks te herdenken. In 1985 volgden deze plaketten. En in 1988 werd er met het Indisch monument aan de professor Delsweg opnieuw een plek gecreëerd voor alle nabestaanden. Het besef uit Indië te komen, het thema van de herdenking dit jaar, zal altijd voelbaar blijven. Dames en heren, er zijn momenten die niet uit onze geschiedenisboeken zullen verdwijnen. Iedereen die vandaag aanwezig is, is direct of indirect onderdeel geweest van zo'n moment. En ieder van u gedenkt vandaag zijn eigen verhaal. Als we de boeken erop naslaan, zien we dat de geschiedenis van Indonesië zwaar en beladen is. Maar wat ook een plek in die boeken verdient, is dat alle militairen en burgers die zich in Nederlands-Indië hebben ingezet, dat deden omdat de politiek dat van hen vroeg. En daarvoor verdienen ze onze onvoorwaardelijke waardering en het grootste respect. Dan gaan we nu over tot de kranslegging, gevolgd door een moment van stilte. En ik wil graag de drie voorzitters verzoeken de kranslegging te doen. Dank u wel. We zijn hiermee gekomen aan het einde van de plechtige bijeenkomst. Ik nodig u uit voor een kopje koffie of een frisdrank ter afsluiting van de bijeenkomst in de noemzaal van de Eerste Kamer, waar u vanochtend ook al was. En we verlaten deze ruimte met een défilé langs de plaketten en het Nationaal Monument. En daar moeten we even een kleine regie voor toepassen. Ik wou graag de mensen verzoeken die achter in de zaal staan wat ruimte te maken, want we gaan hier beginnen, langs het monument en achterlangs naar buiten. Dank u voor uw aanwezigheid en mag ik u verzoeken het défilé te beginnen.